Waarom de jeugd de toekomst heeft in online marketing. Er komen jongens bij ons op kantoor die nog net 17 zijn en die kunnen al beter ontwerpen dan een ervaren rot van 40. En wat zie ik daar nou gebeuren? Nou, die jochies van 17 die bij ons binnenkomen, die kennen eigenlijk alle Adobe pakketten al uit hun hoofd. Waar een persoon van 40 nog struggelt met handgemaakte tekeningen en met zijn muis nog aan het designen is, zijn ze één met de tekentablet en één met de computer. En ik zie dat hun tekenkennis en tekenskills zoveel sneller ontwikkeld is dan die van de ervaren designers. Dat is één van de redenen waarom ik zo graag werk met jong personeel. Daarnaast ziet het jonge personeel geen beperkingen meer. Zij denken niet dat alles onmogelijk is. Zij denken dat alles mogelijk is. En durven elke uitdaging aan te gaan. De jonge mensen geven me dus energie. De jonge mensen geven me het gevoel dat alles mogelijk is. En de jonge mensen die verrassen me keer op keer. Ik werk dus enorm graag met de jonge generatie. En ik geloof ook dat de jonge generatie keihard nodig is in jouw bedrijf. Want hoe kun jij nou creatieve video's, teksten, animaties maken als je alleen maar oude rotten in je vak hebt zitten? We hebben de oudere mensen ook nodig en de oude rotten in het vak ook nodig om de structuur te bewaken en de rust te bewaken in de organisaties. Maar ik denk dat we daar veel meer moeten gaan kijken naar zoals een Indianenstam is ingericht. Waarbij je luistert naar een oudere, respect hebt voor een oudere, maar wel meer talent en jeugdigheid hebt en handigere tools. We moeten dus met respect naar de oude rotten kijken, maar ook met respect naar de kwaliteiten van de jongere gasten. Zo kunnen we elkaar een stukje verder helpen.